Ricardo Moniz, je wint weer eens een uitwedstrijd. Hoe groot is de opluchting bij jou? Nou, blijdschap. Niet opluchting, gewoon blijdschap. Het heeft er vaker in gezeten. De Graafschap. MVV hebben elkaar gesproken, weet je nog. Dat je gewoon 3 punten moet halen. Den Bosch eigenlijk ook. Dus niet 3 maal scheepsrecht, maar 4 maal scheepsrecht. Want dat waren ook uitwedstrijden waar je gewoon 3 punten moest halen. Waar ben je dan het meest tevreden over? Ja, het zijn eigenlijk allebei 2 verhalen waar je vandaag mee afrekent. Hè? Het aantal tegengoals wat je weken krijgt en dat uitsyndroom. Het uitsyndroom, goed, het is een succesbeleving. Rode JC is toch een traditieclub. Je speelt hier toch voor een zeer agressief publiek. Dat vind ik goed. Zeker naar Go Ahead uit en wedstrijden als de Graafschap. Dat je dat soort wedstrijden ook gewoon had moeten winnen. En dat is als favoriete team heel belangrijk. Dat je gewoon ruim uithaalt. Ik moet wel zeggen, tot de 3-1 was het natuurlijk billen knijpen. We moeten eerder uitlopen, al voor rust. Legio kansen gehad. Ik was wel tevreden over Fortes en rol voor de verdediging. Achterin stonden we daardoor beter. We hadden een extra stofzuiger voor de verdediging. Maar voorin moet het veel beter uitspelen. Veel meer rust in de final third. En als we dat erin krijgen, dan kan dit wel eens vaker voorkomen. Heeft jouw ploeg ook een beetje op 2 gedachten gehinkt? Want ja, je hield die voorsprong vast met 2-1. Ja, je schudt al een beetje nee. Maar ik dacht ook, ja, als je het achterin vasthoudt, je laat ze misschien ook weer te erg komen, waardoor je het offensief misschien weer iets te veel op je afroept. Ja, je moet nooit teruglopen. Je moet altijd voor de 3-1 gaan. Voor de rust kon het al. Tweede helft ook. Ballen die moeten we bijvoorbeeld. Thomas, die ziet Elias niet, die overlapt, schiet hij zelf. Kleine dingen, rust, elkaar het gunnen. Zoals ze die laatste 2 goals maken eigenlijk. En als je terug gaat lopen, dan krijg je hem. En dat zat er ook in. Alleen dat gebeurt soms automatisch. Toen we gelukkig even die staking hadden voor de 2e keer, hebben we dat kunnen resetten. De groep was het ermee eens. Je moet niet teruglopen. Je moet altijd uit je 16 meter weg blijven. En goed, ik ben heel blij met de 3-1. Want dat was de escape. En de goal van Archie was wonderschoon. Ja, je hebt het even over gelukkig die staking. Wat gebeurde er allemaal op dat veld? Vloed lag even op de grond. Wij zitten hoog. Wat gebeurde er allemaal? Ja, dat is weer gewoon een normvervaging. Hè? Zoals je 2 weken hebt gezien. Allerlei normvervagingen breken in het voetbal. Dat hoort niet. Er werden allerlei voorwerpen op het veld gegooid die er gewoon niet thuis horen. Dus er is een normvervaging aan de gang. Dat zeg je net al tegen jouw collega. En dat is natuurlijk niet goed. Dat moet aangepakt worden. 1 ding wil ik nog even uitpakken. Ja, je maakt een ongelofelijke mooie 1-1. Ik maakte een vergelijking in mijn commentaar. Heb jij het idee waar ik het over heb? Ja. Nou goed, die bal van Robin van Persie was natuurlijk legendarisch. Want je collega zei het net. Maar je hebt spelers nodig die uit niets scoren. En de redders zitten voor en achterin. Je hebt spelers nodig met 120% mentaliteit in de eigen sessie. Nou, dat was vandaag zeker te zien bij ons. Als je zag hoe Sander en Oude Kot en NV en later Sieber zich voor de bal hebben gegooid. Dat is fantastisch. Over Jeff heb ik het al gehad. En voorin heb je gewoon jongens nodig die uit niets in zo'n entourage goals maken. Nou, en Joel heeft dat laten zien.